Nou, allereerst, hoe is het met je? Gaat goed. Voel me wel goed. Het is een beetje jammer van het weer vandaag, maar ja, er zijn veel mensen op de been en ja, gaan er gewoon weer een mooi spektakel van maken. Nou, een beetje moe wel. Na gisteren nog natuurlijk gekoest in Spanje. En in één keer door vandaag ja, naar Emmen, maar ja, ik denk dat het wel goed zal gaan. Ja, goed. Lekker druk. Veel wedstrijden, dus gaat goed. Ja, wel iets beter. Ik voel me toch iets frisser dan een tijdje geleden, dus de rust heeft me wel goed gedaan. Veel toppers weten te strikken, dus dat is alleen maar mooi voor het duel, denk ik. Dus ik zit hier wel met een goed gevoel. Ik ben redelijk goed uit de Tour gekomen. Mooie etappezege daar geboekt, Parijs nog tweede. En dan nu in Emmen om wat moois van te maken. Een paar hele rappe mannen natuurlijk met Groenewegen, Jacobsen, Van der Poel. Dus ja, het gaat moeilijk worden om die snelle mannen allemaal te kloppen. Kijk eens even de man van Trek Segafredo. Is er een tijd voor de wedstrijd? Ja, snelle man hier, hè? Jacobs en Groenewegen. Maar door de regen zou het ook wel eens anders kunnen lopen dan een sprint. Ja, het is wel het einde van een drukke week voor mij, dus ik hoop goed genoeg. Maar zoals de andere criteria moet ik ook hier weer zien van de snelle mannen af te geraken. Ook Jan Nuis gaat zich nu melden in de debatten. Ik denk dat het een paar jaar geleden is dat we zo'n mooi veld gehad hebben. Als je twee ritwinnaars hebt met Dylan en Fabio. Mathieu was, ik zag het in de krant staan als wonder op wielen. Je hebt Bauke Mollema erbij, de Nederlands kampioen Pascal Eenghoorn. Ook nog een Nicky Terpstra. Dit is het maximale wat we kunnen krijgen.